dus wel mijn nieuwe voorbeeld. Vandaag ga ik iets vets doen. Je hebt hem misschien al aan de titel gezien. Snoep 100 keer groter. Ik zit gelukkig niet meer met mijn hand in het gips. Ik had eerst gips. Alleen nu zit ik niet meer met mijn hand in het gips. Dit is een soort kous. Alleen je kan het gewoon wel afdoen. Mijn gips is er vanaf. Het is nog niet helemaal genezen. En dat maakt het niet uit. Ik hou deze wel aan. En snoep 100 keer groter. Ik heb, hoe heet het nou, meerdere dingen. Jullie moeten het, je hebt wel van die hamburgers. Van het merk Trolley ofzo. Dat zijn van die kleine hamburgers. En daar heb ik dus een reuze van. Want deze horen echt veel kleiner. Ja, ik denk dat niet iedereen deze snoepjes kent. Maar dit is dus het ding. Deze horen echt iets van zo. Dus ik laat het wel zien. Maar ik haal hem eerst even uit de verpakking. Ik heb geen idee hoe dat zou moeten. Hoeveel zit bij die officiële zit anders dicht. Bij deze is het ook echt weer niet te zien hoe die open. Nou jongens. Wacht even. Het duurt een beetje lang, dus knip het wel eventjes, totdat hij open is. En hij is open. Dit is hem. Dit is, dit doet me denken aan een Big Mac. Zo groot is hij, vergeleken met die andere. En die andere zijn ook iets van zoiets. Dus dit is echt niet normaal hoe groot deze is. En ja, voor de mensen die deze snoepjes wel kennen, die denken, ja, nou heb je dit groter gemaakt. Nee. Dit is echt zo vergeleken met mijn hand. En ik heb al niet zo'n grote hand, maar dat maakt niet uit, want die andere zijn echt zoiets. Dat is echt niet normaal. Nou. We beginnen met de hamburger. Ik heb er nog één klaarstaan. Ik krijg niet in één bijt, dus ik pak eerst even de bovenste. Smaakt hetzelfde. En je praat precies hetzelfde als die andere. Ze zijn erg hard. De rest eet ik op buiten de video. Want hoe ik zo'n grote hamburger op ga eten, is niet zo heel erg leuk. Om allemaal te zien, dat weet ik nu al. Nu, nummer 2. De grootste gummy bear ooit. Nou, niet de grootste, want er waren grotere, alleen die kostte €38. Dus dat was echt niet normaal. Deze kost €10. Dus ik heb bij deze genomen. Want die andere waren echt niet normaal duur. Voor deze hetzelfde geld. Ik knip hem. En als hij weer. Ik knip hem totdat hij open is. Hij is een cola smaak en ik heb hem bijna helemaal open. Nu moet ik hem wel. Ik heb hem wel open, maar nu moet ik de beer er nog uit krijgen. Jezus! Dit ding is super vet, man. Maar. Oh, de grootste gummy. Nou, de ene grootste gummy beer. Oh, het ruikt echt lekker. Het ruikt echt naar dat cola. Hij is ook in cola smaak, dus. Oh, het is echt heel vet. Het is gewoon nat. Nou. Ja, gummy bear. Ja, sorry gummy bear. Ik heb altijd van je gehouden. Maar ooit moet er een keer iets gebeuren. Dit is echt niet normaal. Dit is keihard. Dit is kapot lekker, man. Ik ga het ook even een cijfer geven. Dit
Ik geef deze een 9. Als hij zachter was geweest, want sommige mensen weten wel, een gummybeer is nog best hard. Alleen dit is echt steen bijna. Dit is gewoon bijna steen. Nou, zo niet. Maar, kijk. Horen jullie dat? Ik doe hem nu even op de tafel. Dit is keihard. Dus, dat is de reden dat ik hem een 9 geef. Daarentegen, deze... is veel zachter. Met deze twijfel ik dan. Maar ik geef dit een 7. Nee, weet je, 8. Ja, ik had er echt een andere smaak verwacht of zo. Maar dit smaakt niet anders dan gewoon de echte. Nou, ik ga lekker dooreten. De rest eet ik na de video wel op. Het is gewoon precies hetzelfde. Nou, ik wil eigenlijk... nou, die lagen een hap. Die laag is gewoon hetzelfde als die bovenkant. Nou. Oké, dan zometeen verder. Maar jullie weten echt... dit moet je kopen. Hij is lekker groot en heel lekker. Hij is plakkelig, hij heeft alles, maar... zelfs een beetje zuur. Niet echt zo heel zuur, maar er zit wel een beetje zuurigheid aan. Maar, ook zoet. Ja, al het snoep smaakt zoet. Maar dit is heel erg zoet. En ik hou daar heel erg van zoet. Dus, nou. Dit is echt, deze is mijn favoriet. Punt uit. Het is cola. Voor als er uiteindelijk een YouTube gaat komen. Voor als uiteindelijk bij dat 2019 gaat. Nee, was het nog 2018 of 2019? Nou, volgens mij 2019 gaat de nieuwe software update komen. En dan zou het dus ook leuk zijn als je bij YouTube dat ik dit kon doen en een hap zou kunnen nemen. Nou, als dat dus gaat kunnen, neem dan maar een hap van die gummybeer. Zo. Neem, ja, vond je hem lekker? Zet het in de reacties neer. En ik zal jullie even zeggen waar ik het gekocht heb. Ik heb het gekocht, alle twee, bij de Yamin. Yamin is een snoepwinkel. Dit is niet gesponsord. Dan weten jullie dat vast. Dus ik zal er naartoe gaan en zo'n ding kopen. Of naar een andere winkel. Maakt niet uit. Ik bedoel, super lekker. Punt uit. Dit was de video. Hoop je. Doei.